De herregistratie van de particuliere lijnbussen is afgelopen vrijdag afgesloten. Volgens Joyce Blokland-Wijnstein, directeur van het directoraat Transport, is het ministerie nu bezig met het natraject. De herregistratie is over het algemeen vlot verlopen met enkele probleemgevallen die de aandacht van de directeur hebben. Er wordt samengewerkt aan een structurele oplossing voor de problemen. Wat wel is opgevallen is dat enkele lijnbussen rijden waarvan de beschikking reeds enkele jaren vervallen is. Volgens Blokland worden alle registraties nu gedigitaliseerd om verdere ordening te brengen in het openbaar vervoer. Pas daarna zal duidelijk zijn hoeveel chauffeurs zich hebben geherregistreerd.